Ja, dus we gaan het allemaal zien. We zijn in ieder geval in-game voor de volgende match. En we gaan even kijken hoe het zo meteen gaat lopen. Dan moet ik even kijken. Dat ziet er prima uit. Oh nee, die heeft die overleefd van Spanje nog. Ja, ik weet het. Ik weet het. I'm working on it. Ja, helemaal prima. Ja, en voor de rest. We zien een fan. Dus gewoon een scoutingpositie voor Grey Warwick. Maar Dorans gaat er toch in. Ze worden hier gesport door Redemption. Maar de level 1 van Grey Warwick is niet heel sterk. Ze gaan toch voor een woordje bij die Wraiths. En weer een ander woordje ook bij Wraiths. Van Grey Warwick. Ja, deze keer Dorans die wel heel diep gaan in de jungle. Redemption staat daar te wachten. En ze hebben natuurlijk zelf alle visie. Ze hebben daar een woord staan. Ze zien wat Dorans aan het doen is. En dit kan misschien wel gevaarlijk worden voor Dirko. Het zou zeker gevaarlijk kunnen worden voor Dirko. Hij wil hetzelfde doen als afgelopen woensdag. Maar ik ben bang dat het deze keer niet gaat lukken. Ja, en... Oh, wauw, dit is wel goed dat ze gelijk even die turrets clearen. Ja, mooi. Was slim. Vroegtijdig opgeruimd. Maar we zien... Vydoctor gaat gewoon terug naar zijn eigen blue buff. Dus gaat niet direct voor de steal. Maar ja, zo gauw die Dirko ziet wat hij nu, als het goed is, gedaan heeft... zal hij straks gaan voor de red buff. In ieder geval ervoor te zorgen dat hij gewoon gelijk blijft in buffs. Ja. En het lijkt bijna alsof ze misschien wel... die finale hebben gezien. En de Graves vs. Ivern matchup hebben gezien. Want die Ivern start gewoon heel netjes blue topside. En pakt nu de red van Dirko. Dat doen ze eigenlijk heel, heel netjes. Ja, dus daarmee is in ieder geval goed erop gereageerd. Hij kan gewoon niet teruglopen naar zijn eigen blue buff. Dus ze gaan gewoon voor de buff swap. Al met al wordt het een interessante. Ik denk dat Doran's shield is nu ook een stuk beter geworden tegen Swain. Omdat je met die DOT, die damage over time, refresht je Doran's shield de hele tijd, ja. Die passive. Dus je pakt eigenlijk ontzettend veel health regen, terwijl je die, wat is het, Torment op je krijgt? Volgens mij is het Torment. Volgens mij ook. Maar ja, nee, inderdaad. Dus, dat is in ieder geval een goede pick-up vanuit Kerberos. Maar ja, voorlopig is hij een beetje die lane aan het boelien. Jabbo heeft nog niet heel veel farm op weten te pakken. Nee, precies. Maar dat zagen we eigenlijk vorige game ook wel. Waarbij Jabbo vooral die early game, die eerste 4-5 levels, kreeg hij al een afstand. Maar ja, ook toen kwam hij terug in de game. Dus hopelijk gaat er nu ook weer gebeuren. Terwijl we een klein beetje een engage zien in de botlane van Amur. Ah, dat is interessant. En we zien ook dat Sliver voor die longsword is gegaan. Dus ze gaan echt wel voor een aggressive lane. En dat vind ik opmerkelijk, want ook tegen die damage over time van Twitch is Doran's shield ontzettend goed. Nou, ze kiezen daar dus niet voor. En... de level 3 gelijk, maar de root helaas mist van Omoer. Nou, hadden ze wel een hoop damage kunnen doen als hij hit had. En dan doen we wel de root van Sliver en zoveel damage op Prince Philip. Ah. Goeie trade gedaan. Ja. Weer een goede route van Amur. Maar Redemption doet ook wel goede damage terug. Vydoctor is ondertussen in de top lane. Zit daar te wachten tot hij een play kan opzetten. En hij loopt nu langzaam op de lane in. Jabbo moet hier weg zien te komen. Flash er vandoor. En gelukkig is er niks meer te doen. Maar ondertussen in de botlane, daar is de play op Prins Philip. Prins Philip komt gewoon weg. Mooie exhaust gedaan daar op Dirko. Dus beide junglers weten niet... de gank te voltooien. Maar als we kijken naar de botlane van Grey Warwick, alle summoners zijn down. Dus zeker een goede trade gemaakt door Doran. Ja, dat is zeker goed. Zeker goed. En het is ook goed dat hij vroegtijdig toch flasht. Dat hij er niet voor die upper hand. Hij wacht niet op de upper hand. Hij flasht gewoon zodat hij heel safe. Dat is ook maar goed ook, want een extra kill voor Kerbos zou die lane ontzettend moeilijk maken. Ja. We zijn allebei nog steeds niet B geweest. Ik ga ervan uit dat Jeppo wacht tot hij een catalyst kan halen.
Ja, die toplane. We zeiden het al. Het was een aardige achterstand. Jeppo weet een beetje terug te komen. Maar ik denk dat dat voor hem gewoon belangrijk is. Hij moet gewoon rustig uitfarmen. Geen kills weggeven aan Kerberos. Want qua late game scaling kan Jeppo het straks zeker wel goed gaan doen. Ja. En over het algemeen, als je kijkt naar de farm differential op toplane. De farm differential op midlane is ook wel legit. Ja. Want Muji farmt toch wel wat beter dan Zergath. En zo trekken ze de gold eigenlijk wel weer een beetje gelijk. En zorgen ze ervoor dat ze nog niet te veel achter komen te staan door de Darius. Jeppo gaat nu B. Eigenlijk de eerste 5 minuten. Er gebeurt veel. Er vallen nog geen slachtoffers. Nee, precies. En de vision is helaas daar. Waardoor Dirko gespot werd en ja, niet echt iets kan doen. Nu heeft Vidox een beetje de ruimte in de jungle ook van Dirko. Maar ja, alle camps zijn geclaard en Dirko kan daar mooi weer wat oppakken. Maar goed, we moeten wel oppassen in die botlane, want Vidox is in de buurt. Zeker. Dirko speelt nog steeds net zoveel dat hij in de tegenstander jungle als hij in zijn eigen jungle speelt. Ja. Die woorden van camps pakken. Hij gaat nu voor die grom. Oh, wow. Zergath mist bijna al zijn ability is daar. Maar Muji moet nu wel oppassen dat hij niet alsnog gepakt wordt. Ja, hij heeft ook nog barrier. Moet echt terug naar base. Hij is solo. Bijna geen mana. Maar inderdaad, Zergath die gewoon de trade daar al hard gewonnen heeft. En ondertussen de botlane daar. Mooie route op Prins Philip. Wederom raakt daar wel heel low. Ze kunnen de kill niet voltooien nog nu, tot nu toe. Maar de botlane gaat best redelijk in ieder geval. Maar daar zien we Dirko in de midlane ondertussen aan Battlet in Zerdaad, terwijl Muji terug naar base is. En dat is ook wel een beetje gevaarlijk. Want je ziet dat Dirko speelt ontzettend safe. Hij dodge echt om die turret heen. En hij gaat er niet direct op in, want een Heimer is ontzettend gevaarlijk om rond te zijn. Je hoeft maar één keer gestunt te worden en een powered tower neergezet te worden op die powered rockets. En dan is het gewoon klaar. Ze spelen eigenlijk heel cautionary om die Heimer heen. Ja, en de teleport is zojuist gebruikt door Kerberos. Tijd om naar die top lane te gaan. Wel is de CS achterstand niet opgelopen. Jeppo staat nu 20 achter. Hij heeft in ieder geval wel één component van zijn Rod of Ages kunnen voltooien. Dus tenminste vanuitgaande dat hij daar als eerste voor gaat. Ja. Maar het blijft een beetje gelijk opgaan hier. Dat voorlopig nog steeds geen kills gevallen. De Dragon zal ook nog niet heel snel interessant gaan worden. Want het is die Cloud Dragon. Maar ja, wie weet wil Dirko weer voor een solo gaan. Ja. En over het algemeen, ze lopen nu een heel klein beetje uit inderdaad, Warwick. En ja, het zijn... Muji, hij staat voor in CS. Maar het lijkt me toch wel eng om tegen een Heimer te spelen, want zo vaak zie je het niet. Nee. En het was wel een confident lock-in. Dat mag wel gezegd worden. En ik denk dat ze stiekem misschien wel hadden gehoopt op die LeBlanc in te Xerath, of die LeBlanc in te Vel'Koz. Maar ja... Bij Warwick is natuurlijk ook niet op en achterhoofd gevallen. Je weet dat ik dat een hele reële mogelijkheid was. Ja, het lijkt een beetje alsof de lanes elkaar een beetje aan het ontlopen zijn. Niet echt de confrontatie aandurven. Ja. Maar goed, ik ben nog steeds blij mee dat de bot lane heel goed gaat. Want die Twitch is toch degene waar het team van Doris zich om zorgen moet maken. Ze moeten ervoor zorgen dat hij niet de voorsprong krijgt. En kan gaan carryen in de late game. Met al die shields die erbij komen. Maar ondertussen Vidoctor misschien een probleem. Wordt daar gehit door de Root. Daar is een mooie follow-up. Slipper heeft niet genoeg damage om hem echt te kunnen killen. Maar in ieder geval is Daisy alvast gebruikt. Dus daarmee is één ulti down. Ondertussen zagen we Dirko en Jeppo in de toplane. Kerberos challenger. En Kerberos heeft daar dan ook verloren. Is ook geflasht inderdaad. En eigenlijk wat ik ook wel mooi vind is die first buy executioner's calling. Die gewoon zo belangrijk is tegen een Swain. Ja. Het komt mooi om dat te zien. Hoe ontzettend belangrijk het is om die Grievous Wounds meteen te applyen. En weer, ja. We gaan verder in. Oh wow, Prins Philip wordt daar geheel door de ult. En
Search gebruikt gelijk zijn ult. Wil hij terugtreden? Maar moet hij wel oppassen. Daar is dan Sliver met zijn ulti terug. Kan hier misschien gaan kijken naar de kill. Prins Philip is low. En de ult wordt gebruikt op Redemption. Om hem in leven te houden. Maar daar is dan de root. En flash ervoor van Sliver. Maar daar is dan de shield en de heal. En Sliver gaat hier misschien zelf neer tegenover Prins Philip. Ja, daar is dan de first blood voor Prins Philip. Flash ervoor van Vydoctor. Krijgt de root en krijgt de kill. Toplane is wel een kill teruggevallen. Ze hebben daar Kerberos op gepakt. Maar ja, toch. Twee kills in de bottomlane. Nou, en dit is natuurlijk eigenlijk een beetje bij uitstek wat Crab ook altijd zegt. Als er ergens op de map iets gebeurt, dan moet de andere helft van de map rustig aandoen. En dat is dus, ja, precies tegenovergesteld, want aan beide kanten van de raket op die. Ja, maar daar zien we dan de shockwave in de bottomlane op. Prins Philip nog één auto-attack en Moody pakt een kill terug. Heel goed geroamd van hem, maar ja, hij raakt wel de druk kwijt in de midlane. Maar er zijn niet heel veel minions, dus ik denk niet dat Xer'Gath echt die turret heel veel damage kan doen. Nee, het is inderdaad een goede rotation van Muji, die zorgt ervoor dat het alsnog een beetje even blijft. Maar ja, je had het net over zorg dat Twitch hier op voorsprong krijgt, op voorsprong komt. Ja. En nu hebben we twee kills in die botlane. Gelukkig zit ze op Lulu, niet op Twitch. Maar ja, het had beter uit kunnen pakken. Ja, zal je even kijken naar de gold verschillen dan. We zien dat het is zo close, maar we zien wel verspreide voordelen. En hier heeft Lulu 600 gold voorsprong ten opzichte van Amur. Qua de carries is het gewoon gelijk. Dus de assists hebben Redemption niet echt verder geholpen. Ja, en verder gewoon een hele mooie lead van Muji in de midlane. 900 gold voor hem. Ja, dat is gewoon super goed. Hij pakt een kill. Hij staat ook 20 CS voor. Het zal nu ietsje minder worden. Een soort waarschijnlijk 15 of zo. Maar het is zeker goed dat hij een lead pakt. Want Jeffo in die toplane staat natuurlijk toch wel best wel achter. Ja, ze proberen van de Dorans nu toch wel terug te doen op die botlane. Ze hebben zoiets van, ja oké, goed. We moeten nu zorgen dat wij de actie ondernemen. Maar Diego komt niet echt in de positie om daar iets te gaan doen. Dit wordt een hele gevaarlijke. Eigenlijk Ivern en Heimer samen die Rift Hope proberen. Ja, ik denk ook dat het wel moet gaan lukken, maar hier komt dan wel de respons. Muji is daar, heeft nog geen ult beschikbaar. Dat is wel misschien cruciaal. De cooldown is er nog. En daar is de ult van Heimer, maar hit niemand. En ze weten een groot deel van het team van die Rift Herald af te halen. Daar zijn de shockwave op. Xer'Gath, de Rift Herald wordt gewoon opgepakt door Deko. Hij weet hem te stelen. De kill is daar op Vydoctor. En zij hebben gewoon Rift Herald te pakken. Kerberos probeert te gaan turnen. Wil gaan voor die kill. Mooie barrier daar van Muji. Blijft in leven. Kunnen ze nu met twee man Kerberos nog killen? Jeppo gaat zijn best doen. Maar dit is wel riskant. Ja, dit is backstack Darius inderdaad, maar hij krijgt gelukkig geen ults op. Dat vind ik eigenlijk wel verbazingwekkend. Hoe had hij hem al gebruikt? Hij heeft hem wel gebruikt inderdaad. Hij had hem gebruikt op Muji, maar die werd geshield door de barrier. Want daar. Kijk, dat had ik niet gezien. Ik vroeg me af, waarom gaan ze door? Ja. En toen werd er niemand geult. Maar ja, daarom dus. Maar ik moet zeggen, misschien wel de beste uit deze play is inderdaad die Rift Herald, die dan toch naar Dirk gaat. Ja. En dat is Doran die dan toch weer terug in die game komt. Hele goede steal. Gelijk de kill erachteraan. Gold voorsprong erbij. Dus nu maar hopen dat ze met de Rift Herald een turret kunnen gaan oppakken. Want dat is toch waarvoor je dat wilt zien. Hey, Root daar op de bot heen. En ze krijgen Redemption te pakken. Hij is zo low. De Exhaust is daar op Sliver. Maar het is niet genoeg. Ze hebben de kill te pakken. En Vydoctor komt te laat bij het feestje. En dat is een vierde kill hier voor Doran tegenover de 2. Van het lijkt alsof ze nu weer een beetje de lead beginnen te nemen. Natuurlijk sowieso in gold. Maar het ging dan toch niet helemaal lekker. Jeppo channelde daar net zijn teleport, maar die heeft hij niet gebruikt uiteindelijk. Dat is wel een beetje zonde. Was er niet nodig, maar daar is Shockwave op het moment en op Xer'Gath. Dirkel was erbij, heeft niet eens de assist gekregen. En ook in de botlane is er weer een kill neergegaan op Prins Philip. Rift Herald wordt geplaatst in de midlane en daarmee zal Doran's voor hun de eerste turret gaan oppakken. En het tempo ligt weer hoog hoor. Zo goed. Kerbos probeert nu inderdaad iets op te pakken. Ja, ze gaan. Ja, Kerbos doet zijn best, maar ik weet niet wat hij hier aan doen is. Hij kan gewoon niks doen, want Vydoctor kan hem niet assisten, kan hem niet shielden. Mooie kill erop gepakt. En Muji op een killer spree. 3-0-1 staat er gewoon. Ook in de botlane is de turret opgepakt. Ja, en ze gaan roteren naar mid. Ja. In DCL zien we dit, dat Orianna meestal weggeband wordt. Jhin of Zyra wordt weggepakt. Great. Maar ze zijn allemaal open.
Dit is full comfort team voor Dorans. En natuurlijk, het is een lastig team waar je tegen speelt. Ze hebben niet echt een gauge, maar ze weten wel hoe ze moeten spelen. En dat zie je ook net in die botlane. Dat Sliver en Amur openen gewoon fire. Ja. Pakken daar een kill. En hetzelfde geldt voor Dirko en Moet. Die als duo zoveel doen. En dat is turret nummer 4 binnen, nou, laten we zeggen 1 minuut. Ze zijn echt, ik denk 4 minuten geleden stond het gelijk. En ze staan nu 7k voor, 5 minuten. Dit is echt... Ze gooien het tempo omhoog. Ze gaan hun eigen spel spelen en het is gewoon klaar. Ja, en zo gaan we van 400 gold voorsprong naar opeens 6000 gold voorsprong voor Dorans. Ja. Onvoorstelbaar goed. Ze raken hier misschien wel die turret kwijt in die botlane. En ze kiezen er ook voor, natuurlijk, om Jeppo nu naar de botlane te sturen. Maar die kunnen ze niet meer houden. De turret zal die niet meer redden. We zien Fire Doctor wel. Die komt dan net weg van de route van Zyra. Eens kijken wat Dorans hier wel gaan doen. Want Kerbals is in de top en heeft wel zijn teleport beschikbaar. Ik denk dat ze gewoon die dragon op willen pakken. En nu is het wel belangrijk voor Dorans dat ze dit gelijk doorzetten. Want ze moeten nu tempo erin houden, tempo hoog houden. En gebruik maken van de gold voorsprong die ze hebben. Ja, absoluut. En wat ik dan toch even wil zeggen inderdaad over de champs die ze spelen. We hebben als band zagen we LeBlanc, Thresh en Galio. En natuurlijk, Galio is een ontzettend vervelende champion. Oh, de flash naar voren en de shockwave wordt gedoord door Redemption. Moest daar zelf wegflashen. En ondertussen zien we dat deze gebruikt is door Fire Doctor. Maar is wel een belangrijke ult bij Dorans die ook wel van de kaart. En zonder die shockwave wordt het wat lastiger om echt een play op te zetten. Absoluut. Nou, de map ligt zo erg open. Het is een kwestie, denk ik, nu sowieso lanes inpushen. Vision opzetten. En een beetje dat die beknellende positie houden op Warwick. Want je hebt zoveel long range engage met die Jinwei. Je hoeft alleen maar één goede snare te hebben. Weet je, een goede QW van. Een goede dissonance van Muji. En je kan er al gelijk wat oppakken. En we zien nu een deathbrush. Ja, maar ze weten ervan, ze gaan het niet riskeren. Maar ja, goed, eens wat Dorans wil is gewoon controle krijgen over de map. En gaan voor die secondary turret in de botlane. En als het dat lukt, dan is de map echt helemaal geopend. En zouden ze controle kunnen overnemen over heel de jungle eigenlijk van de Grey Warwick. Zie je hier wel hoeveel wave clear ze hebben? Dat is wel lastig inderdaad met Heimer. Ook geen game. Amur die een beetje aan het trade is. Ze willen eigenlijk niet zomaar hun vision control weggeven. Nu staan ze twee. Daar is een mooie apprehend op Amur. Amur is ontzettend low. Wordt eigenlijk gekilld door Kerbros. De ult werd wel gebruikt, maar daar hadden ze niet heel veel aan. Nu moet Dirko zelfs ervan door flashen. En ja, Sliver heeft de ult gebruikt, maar heeft daar niet heel veel mee kunnen doen. Nee, en ik denk dit is ook lastig, want ze hadden zo'n ontzettend goede voorsprong voordat er überhaupt een Baron op was. Er is geen Drake up. En dan willen ze toch... flash van door voren van Jeppo en Zergath net op tijd met zijn eigen flash om niet geroet te worden. Ik moet het een beetje insluiten. Hier moet hij. Ja, ik denk dat Dorans hier gewoon safe moet spelen en er vandoor moet gaan eigenlijk, want ja... Het is wel een heel groot risico als je hier nog door gaat blijven pushen, want... Ja, maar bedoel, we zagen het vorige game ook. Ze kwamen voor te staan en dan kiezen ze ervoor om heel lang rond die Baron te hangen. Totdat ze een pick krijgen. En dan kunnen ze die Baron gewoon pakken. Maar er is nog helemaal geen Baron, want ze zijn nog best wel vroeg in de game. Ze zitten pas op 19 minuten. En ze stonden 6k voor. Het is nu ietsje teruggelopen. Het is nu ongeveer 3,5. En dat is eigenlijk toch wel zonde. Dat er niks op de map is waar je eigenlijk iets mee kan. Er is ook geen... De Drake was nog niet up. Dus ze zijn een beetje... Ze willen iets forceren, maar er is niet echt iets te forceren. En dan maken ze toch een beetje een foutje daar. Amur een beetje overextended is. En dat geeft Warwick toch weer die opening om terug in de game te komen. Ja, dat geeft het inderdaad over. We zien wel dat het nog 15 seconden is tot de volgende Baron gaat. Respawn of de volgende Baron. De eerste natuurlijk van deze game. Kijk maar, ze willen hem naar rushen.
Dat zou wel een interessante zijn. Dat zou een hele interessante zijn. Nee, ik denk het niet. Dan Slipper rotate wel naar de Baron toe. Het lijkt op dat ze in ieder geval er iets mee willen doen. Oké, ze hebben natuurlijk wel de Zyra plants die heel wat van de damage kunnen tanken. Het lijkt alsof ze het wel aan het overwegen zijn, maar er staat wel een boord, dus dat is wel een beetje gevaarlijk. Wauw, en toch die Heimerdinger doet wel damage hoor. Ja. Voor hoe immobile je bent, ben je ook echt wel a force to be reckoned with, zoals ze dat zo mooi noemen. Ja, Kerberos die heeft even de botlane ingepusht en lijkt te willen gaan roteren naar die Baron. Hij zit ook gelijk te pingen van de Jabba. Jabba die wel achter ligt. En ze gaan er gewoon voor, ze starten hem al. En ult wordt gebruikt door Armour puur om de attack speed van de plants te verhogen. En je zou denken, daar is dan wel de redemption, worden daardoor gespot. En nu moeten ze weg zien te komen, dit is wel heel riskant. En Dirk was een probleem, hij wordt neergehaald. Armour Fire is ook dood. En nu de flash ervoor van Kerberos, pak Jabba. En kijk of Slipper hier nog iets kan doen in de turn. Maar Slipper is zelf heel erg low. En daar is dan de kill, de double kill van Twitch. Slipper gaat ook dood. En Muji zal zeker niet wegkomen. En daar is gewoon de ace vanuit Grey Warwick. En nu kunnen zij gaan turnen voor die Baron. Wat was dat een ontzettend gevaarlijke keuze inderdaad. Wauw, wat een ontzettend gevaarlijke keuze inderdaad. Om toch voor die Baron te gaan. Daarmee geven ze toch best wel wat op. Met z'n drieën, het leek misschien wel een goede. Het leek misschien nog te lukken, maar Prince Philip spotte dat niet heel goed met een ward. En dan krijg je eigenlijk Kerberos met een reset. Als hij door niemand gestopt kan worden, dan kan hij gewoon doen wat hij wil. Want hij heeft al de movement speed die hij nodig heeft. En toen ook nog even die Mastery Mode Flash. Je ziet hem zelfs nog met die Righteous Glory. Dat is echt full on movement speed op de Darius. Je zorgt dat hij alles kan pakken wat hij wil. En dus echt rollercoaster galore. Want 15 minuten stonden ze inderdaad die 6k voor. En nu staat het weer gelijk. En nu gaat Grey Warwick zeker waarschijnlijk nog even inhalen met die Baron naar Foutland. Ja, dit is natuurlijk het gevaarlijke punt. Nou hebben ze de Baron. Er zijn nog zoveel turrets beschikbaar voor Grey Warwick om op te pakken hier. En Dolbeat uit te breiden. En als Doran dat weet tegen te houden, dan kunnen ze in ieder geval nog een beetje de schade beperkt houden. Maar ja, goed, ze zijn wel opeens heel een voorsprong van 6000 gold kwijt. Ja, absoluut. En wie gaat Kerberos ook tegenhouden in die botlane? Dat is natuurlijk ook de vraag. Ja, het lijkt op dat Jabba moet gaan doen. En nu zet ze trouwens wel echt de Grey Warwick special op. Een split pusher met een ontzettende disengage komt. Dit zagen we ook in de finale. Het was eigenlijk altijd Ivern Lulu en dan Jax. Nou, Jax was natuurlijk geband. Maar Darius kan prima die rol vervullen. Al helemaal tegen Jabba op die Swain. Die toch wel een beetje achter staat. En dit is Grey Warwick in hun element. En we gaan zien of Doran hier nog een stap terug in weet te zetten. Daar was wel de Flash van Redemption. Dus hij is wel aardig. Hij heeft een beetje problemen. Hij moet daar geult worden door Lulu. Daar is dan de curtain call. Eigenlijk om heel veel damage te dealen. Oh, ze krijgen gewoon de kill op Redemption. Wat een mooi schot daar van Muji. En nu de Flash ervoor. Een mooie route daar op. De midlaner Zergat is dood. Twee man neer. Double kill is daar voor Muji. En dit is de turnaround die ze nodig hadden. En om hun game nog in stand te houden. Goeie play hier van Doran. Absoluut. En ik denk, dit is iets wat we destijds ook een keer gezien hebben bij... volgens mij was het Mahogany, die ook met een Ivern speelde. En dachten dat ze de Jin-shot konden tanken met deze, maar dat kon niet. Het geeft valse veiligheid. En Redemption wordt dan toch door die laatste Jin-shot gepakt, door deze heen gaat. Oh, Prince Philip, wat doe je nou? Nee, toch niet. Oké, okay, dus nee. Dorans houdt de schade voor nu beperkt. Baron is nog steeds van een aantal members van Grey Warwick. Maar ze maken in ieder geval de call. Ze willen voor die dragon gaan. Pakken hem ook op. Maar ik denk wel dat ze daardoor die mid-turret gaan verliezen. Ik denk dat dat wel op zich de trade waard is. Ja, misschien wel. Denk ik ook wel. En we zagen ook in de botlane dat... Redemption opent hier op Sliver. Sliver moet daar gered worden, maar het lukt niet. En hij gaat neer tegen Redemption. Dit is dus een beetje het probleem wat we gaan zien met deze Twitch. Ja, absoluut. En dat is gewoon een ontzettend goede play van Redemption. Want
Die kill slipper geeft zoveel mogelijkheden. Ze hebben die Baron buff, die bouwen dat minions hebben ze nog. Ja, dan kunnen ze zoveel makkelijker siege. Oh god. Oh, Deco. Hij werd eigenlijk door de ulti van Heimer. Daar is een shopper. Heel vier man tegelijkertijd. Prince Philip ontzettend low. Redemption gaat weer neer. Wat een shockwave, maar ja, hier is Carlos in die backline. Gaat proberen daar per hen te krijgen, maar het lukt hem niet. Goed gedorst, ze gaan wel die midlane turret verliezen. Maar misschien kunnen ze hier nog een kill pakken op Carlos. Hij gaat aardig low en daar is dan de kill op Prince Philip zelfs. Jappo pakt die heel netjes op. Oeh, goede stunner van Heimer op Jappo. En Jappo moet zijn zonjes gebruiken. Probeert te overleven. Warrior Wood, daar is dan de curtain call. Ze krijgen de kill op Carlos. Kunnen ze dit blijven doorchasen? Sirgat en Vrijdokter lijken redelijk veilig te blijven. En uiteindelijk toch een redelijke trade, denk ik wel, vanuit Dorant. Maar ze raken wel de turret kwijt. Nou, chaotisch is het zeker. Maar dit is toch wel een beetje waar je ziet waar Darius een beetje moeite begint te krijgen. Als hij niet bij iemand in de buurt kan komen. Je zag het net, hij probeerde tussen die twee turrets nog een hoek op iemand te krijgen. Maar hij wordt gewoon heel makkelijk gekaaid. Dat is eigenlijk het moment dat je ziet waarom niemand Darius speelt in 5v5. Maar ook wel heel goed gespeeld van Doran. Ze houden het toch vast. En uiteindelijk, het is toch wel een beetje die ult van Muji op vier man. Ja. Die insane. Die ze terug in die game brengt. Ja, en nu zijn ze gelukkig ook van de Baron buff af van Grey Warwick. Dus ondanks alles zijn ze uiteindelijk twee turrets kwijtgeraakt tegenover Grey Warwick. Maar ze hebben de fights beter uitgespeeld. En daardoor staat het gewoon nog precies gelijk hier. Tussen Dorans en Grey Warwick. Kleine reset. De Baron buff is voorbij, het is een reset. En de vraag is, wie heeft nu de moraal om? Ken je stukken? Eerst van de Heimer en daar is een mooie ulti op Deco. Hij moet wegflashen. Overleeft het daar nog maar net. Nee, de vraag is van wie heeft nu die voorsprong in moraal? Gaat Redemption weer? Hij is gevaarlijk op die Twitch. Ja. Nee, want hoe zit het met moraal? Want ik bedoel, Doran zat net ook een beetje in het gevalletje van ja, we stonden voor 6k en nu opeens zijn we de Baron kwijt. Maar nu hebben ze een reset, dus nu zijn ze weer op gelijke voet. Is het dan Grey Warwick die denkt, nou, we zijn toch nog in de game? Of vindt ze het nu zonde dat ze net inderdaad midlane die fight verloren? Dat ze toch niet meer uit die Baron buff hebben kunnen halen? Het is even een vraag. Ik denk dat Doran zich gewoon wel redelijk comfortable voelt. Zeker na die laatste fight, mooie shock heeft van Muji. Muji die op dit moment gewoon in de positie is om te carryen. En we hebben het al zo vaak zien doen, hè. Zeker op die Orianna. Dus absoluut. Als iemand het is, dan is hij het wel die het kan gaan doen. Hè. Ja, shit skills inderdaad. Kwam een root op Kerberos, maar is tanky genoeg om het te overleven. We zien er toch weer een beetje rond die Baron begint het dan weer een beetje pressure te komen. Op 35 seconden is die up. Dat is natuurlijk weer waar die Vision War voor gaat. En ik hoop dat Torrens niet twee keer dezelfde fout maakt en voor die Baron wil gaan. Oh, wauw. Oh, Deco. Ik was rustig aan het kijken naar de botlane, maar Deco die daar voor de tweede ging. Ja, het is gelijk weer die Heimerdinger. Als die Heimerdinger een stun afkrijgt en dan zijn ult Empowered Rockets gebruikt, dat is bijna een one-shot op Deco. Maar gelukkig komt hij daar weg. Grey Warwick heeft nu wel de positie rondom de Baron. Dus zij hebben de vision control en niet Dorans. Dus het is wel even wat lastiger voor hun. Ze moeten er eventjes mee om moeten gaan voor nu. En we zien wel in de botlane dat weer Kerberos is gewoon aan het splitpushen. Wil doorgaan. 256 CS ten opzichte van 181 maar van Jeppo. Nou, het is Jeppo die absoluut achter staat. En hij kan het ook niet echt houden. We zagen net dat Kerberos toen hij de andere keer ging splitten. Probeerde Jeppo nog te duelen onder de turret. Te diven, maar dat lukte hem niet. En nu heeft Jeppo natuurlijk Zonja's, dus dat zal hem ook wel wat toch even wat leeway geven, dat hij even tot rust kan komen. En in ieder geval wat meer impact kan hebben. En zolang Darius niet... dat is Guardian Angel, ik zat te denken, wat is dat een gekheid. maar dat is natuurlijk de nieuwe Splash Art. Het nieuwe icon. Zolang Jeppo in ieder geval in een teamfight een beetje
genoeg AOE doet, denk ik dat ze Darius ook kunnen vielen. Ja, maar voor nu kan die niet in ieder geval Kerberos op afstand houden. Dat is wel lastig. En ondertussen, Berg was gestart hier. Door Grey Warwick. Maar ze moeten weer vandoor gaan. Ulti is al gepopt. Door Fire Doctor. Dus als ze een beetje uitwachten, dan is deze in ieder geval weg. En dan hebben ze daar geen last van. Dat ze zonder fight. Maar ja, Kerberos die pusht gewoon door. En die negeert eigenlijk wat Jeppo aan het doen is. En dit is de Grey Warwick die we gewend zijn. Altijd splitten. Altijd splitten. Ik heb nog geen game gezien van Grey Warwick. En dan ben ik serieus, want ik heb niet zoveel gezien. Maar ik heb wel die andere games gezien. Maar ik heb één game gezien van Grey Warwick waarin ze niet wonnen door te backdooren. Dat is onvoorstelbaar echt. Wow. Daar staan ze echt bekend om. En die hebben ze nu ook wel goed opgezet. Want Kerberos kan in principe doen wat hij wil. Ja, maar worden wel geroot onder de turret. Dus hier kan Jeppo in ieder geval aardig wat damage terug doen. En zorgen dat die push even stopgezet is. Want het werd toch wel heel erg lastig voor hem om die turret in leven te houden. Dat is wel goed. Redemption. We zien dat Redemption zoekt een angle om erin te komen. Zo interessant. Doet me een beetje denken aan Kitty afgelopen woensdag. Die was ook op Twitch. Altijd zocht hij die angles. En Redemption heeft tot nu toe wel één keer een hele mooie angle weten te vinden. En hij is nog niet klaar voor vandaag. Dat is zeker. Dan pak dan wel die derde Draco, dat is mooi. Ja, en dat is de laatste elemental voor deze game. Dus de volgende zal een Elder Drake worden. En zij zijn de enige met Drakes in handen tot nu toe. Maar ja, goed. Twee oceans en een cloud is niet... twee clouds en een mountain. Is niet echt de beste optie die je wil hebben. Maar wie weet zullen ze daarmee kunnen gaan roteren. En proberen om over de map heen wat meer objectives op te pikken. Want... ja, sinds die 6k gold lead hebben ze geen extra turrets meer weten te krijgen. Nee, weet wat ik ook wel een belangrijke vind, is dat het is in ieder geval niet zo dat Darius twee clouds en een mountain heeft. Dat zou het een stuk makkelijker maken. Ja. En zoveel pushes, zoveel vision. We zijn echt aan het afwachten en Kerberos die pusht eigenlijk in zonder gepunished te worden. Ja, het is... Jeppo doet zijn best, hij stapt nog een beetje voor. De turret is inmiddels half HP ongeveer. Maar hij heeft het heel lastig. Nu komt Sliver naar de botlane, dus wel riskant. Ze kunnen misschien gaan fighten in de mid daardoor. Maar Kerberos rent er vandoor. Wil nu gaan turnen. Hij krijgt wel ontzettend veel damage. En misschien dat hij zelfs zijn GA kwijt gaat raken. Maar ja, de rest van het team van Grey Warwick gaat richting die Baron. Daar staan de root en daarmee wordt de passive gepopt. Dus ik denk dat zij wel de kill op gaan pakken. Ze gaan snel over richting die Baron area, want daar is de fight gaande. En ze weten de disengage uit te voeren. En daar is een mooie root van de Boulevard. Hij krijgt een mooie ult. Twee man neer. En nu moet Fire Doctor weg zien te komen. Gaat hem niet lukken. Redemption probeert ondertussen kills op te pakken. Krijgt hij misschien Amour? Ja, hij krijgt wel de kill terug. Maar ja, met deze kills is het 4 tegen 1. En Redemption, de enige die deze Baron nog kan stoppen, gaat het ook proberen. Komt eraan in zijn invisibility. Gooit dan heel even een cast in. Maar daar is de flash ervoor. Vermoedens, hij krijgt heel veel damage. De ult van Dirko. De ace is daar. En nu krijgen zij de Baron. Nu zijn zij degene die kunnen gaan voor de turret push. Oh, wauw. Zo goed van Doran. Weer moet je zo ontzettend goede ult heeft. Wachten. En dan pakt hij eigenlijk op een cruciale moment pakt hij die ult terug. Maar ik wil ook wel even zeggen dat die rotation van Sliver gewoon echt heel goed was. Ik zei het echt net, hè. Darius kan inpushen zonder dat hij gepunished wordt. En op dat moment rotaten ze naar botlane. Ze pakken die Darius meteen in teleporten van Jeppo. Om te zorgen dat ze die flank kunnen krijgen. En ze pakken ze toch nog op. En dat doen ze echt heel erg netjes. En ook die flash naar voren van Mucci om een command dissonance te doen op Redemption. Oh. En nu moeten ze oppassen. Ja, Dirk op positie probeert te starten en zetten. Fire Doctor face-checkt zomaar. Wordt hier heel erg low gebracht. Daar is de ult van Lulu. Kunnen ze de kill oppakken? Dat zou zeker wel hun gaan helpen. Het lijkt er niet op. Maar... en Slipper mist al zijn ult-shot. Behalve 1. Dat is wel zonde. Er zijn wel heel veel damage weer te doen. Maar daar is de ult van Zergat. Maar hij krijgt niet de kill op Amour. En ondertussen is de botlane turret opgepakt. Amour zal wel terug naar base moeten gaan. Dus het is riskant. 5 tegen 4. Maar heel veel ulties vanuit het team van Grey Warwick zijn daar. Die wave clear is goed, maar niet tegen Baron de Fout. Wauw. Ja, daar is dan de turret. En daar is de shockwave bovenop.
Kerberos. Hij gaat heel erg low, maar overleeft het net dankzij de shield. Nu is Dirk aan de front aan het in over Ramsey, maar Ramsey doet heel veel damage. Pakt daar 2 kills te pakken. Maar in ieder geval is het een return kill daar. En is het een 3 tegen 4. Ze moeten het snel die inhibitor al pakken en dan misschien gauw terug naar base. Maar ze zijn er niet klaar mee. Ze willen Prins Philip pakken. Daar is de root. Ze krijgen dan ook de kill. Kerberos mist een apprehend op Jeppo. En het is 3 tegen 3. Ze hebben de inhibitor. Ze hebben waarvoor ze kwamen. En Dorans opent de map. En kunnen toch hier... Een idee. Het is toch wel een beetje slipper op zijn comfort hoor. Want je kon zien, ook bij het eind nog, dat ze toch voor die Lulu willen gaan. Het lijkt bijna alsof Slipper zegt van, ja, ga maar. Ik kan hem wel killen. Dat hij er toch nog achteraan gaat, die laatste shot doet. En Prins Philip ook nog even meepakt. En dat is echt... het is natuurlijk altijd een beetje discussie. Meta tegenover comfort. Maar ik denk dat Slipper bij uitstek wel iemand is die op dit moment laat zien waarom je zo erg voor comfort wil gaan. Ja. Want hij is gewoon... hij weet gewoon zo goed wat de limiet is op die Jhin. En dat laat hij net ook weer even zien. Ja, en nu doet Horus precies wat ze moeten doen. Botside gaat pushen met die Superman. Zij roteren naar de topside om zo de langst mogelijke tijd te rekken op het moment dat iemand moet gaan roteren. Ze zetten Dirk wel op de midlane om in ieder geval even die wave uit te pushen. Maar ze zullen zeker voor die topside gaan. Daar gaat dan dus de oude turret, de laatste die nog stond. En kijken of ze verder kunnen gaan richting die inhibitor. Ze hebben nog steeds die Baron Empowered minions. Wordt een stuk moeilijker voor Warwick om te clearen. Het lijkt alsof ze in ieder geval nu... ze moeten wel wachten op de volgende wave. Die bot wave pusht wel lekker in. Dus dat hebben ze wel een voordeel. Ja, daar komt de wave met Superman aan. Dit is het moment. En nou krijgen ze zomaar die kill op Prins Philip. Moet hij met zijn shockwave. Daar gaat de inhibitor turret neer. En ze hebben nog steeds de tijd. Mooi curtain call. Sloot iedereen. Kijk of Jeppo hier wat damage kan doen. Het lukt hem nog niet echt. Maar hij weet ze in ieder geval op afstand te houden. Ze kunnen zich gaan richten op die inhibitor. En nou is Redemption in problemen. Het wordt daar opgeblazen. Hij krijgt wel de kill op Dirko. Maar dit is heel voordelig voor Dorans. Daar gaat de tweede inhibitor neer. En ze willen doorpushen, denk ik. We hebben niet meer die Twitch, die zo gevaarlijk is. Eerste Nexus down, tweede Nexus turret. Spelen met Zeke. Zou maar of ze het aandurven. Het enige wat ze nodig hebben is nog één pick, denk ik. En dan kunnen ze misschien gaan voor die base. Maar ze nemen het risico niet door een speel te zetten. Eigenlijk heel slim, want ik zag het daar echt heel erg fout gaan aan het eind. Ik zag het al gebeuren. Gelukkig doen ze het niet, want ze hebben natuurlijk wel veel zone control, met name Darius. Wel met die Ivor, die Heimer kon nog genoeg die Nexus defenden. Maar ze gaan gewoon B. Elder Drake is up. Ze hebben genoeg om deze te closen. En toch weer geopend met de goede ult van Muji. Ja. Philip meteen uit die fight weten te trekken. Maar het blijft chaotisch. Dirko die wil er ingaan, maar hij kan niet op melee range staan eigenlijk tegen die Heimerdinger. Want dan wordt hij meteen gepakt door 3-4 turrets die omheen staan. Nou ja, dat zijn 2-3, want 4 kan niet. Maar dit is wel het moment voor Dorans. De Elder Dragon is up. En geen contest hier. We kunnen ze met die Elder Dragon roteren in de mid. Jeppo twijfelde nog even, wilde misschien naar bot gaan, maar het voegt zich toch bij zijn team. En de laatste inhibitor die staat, wordt onder druk gezet. Nu hebben ze niet meer die Empowered Minions, dus het gaat een stuk makkelijker nu. Ja, ze hebben gelijk open met zijn curtain call, puur om iedereen op afstand te houden, zodat de rest van het team damage kan doen op de turret. Ze krijgen die dan ook richting de half HP, maar ze weten niet te killen. Daar was de ult van Heimer. Hij hit alleen maar Dirko en kreeg niet kill. Redemption die probeert nu te openen, probeert te carry voor zijn team. En dat lukt ook Schrijver. Daar staat de shockwave, maar veel te laat. Krijgt wel de kill. Muji heeft een kill te pakken. Maar ja, de triple kill is daar voor Redemption. Muji krijgt nog wel heel netjes de pop van de GA op Kerberos. Maar Redemption die gewoon het team van Grey Warwick in leven houdt. Dat was zo goed van Redemption. Oh my god. Die ult en dat hij begint ermee en hij flasht naar de zijkant, zodat hij een nog betere angle kan krijgen. Het was echt een beetje een kamikaze mission. Ja, maar wat beter is om op afstand te houden. En wat goed dat Muji daar niet aan het eind nog dood is gegaan, want dat was wel echt desastreus geweest.
Great Warwick doet zijn best om hun baas in leven te houden. Volgens mij de inhibitor de respawn bijna. Maar over 35 seconden komt ook wel weer de Baron up. Maar wat wel belangrijk is. Ja, Redemption heeft daar heel goed die fight gecarried. Maar hij heeft allebei zijn summoners moeten gebruiken om in leven te blijven. Ah, dit is wel echt... Ja, maar twee inhibs open, één inhib open, grapje. En die de Baron die opkomt. Je zou willen zeggen dat ze eigenlijk iets moeten forcen in de tijd dat die laatste inhib nog niet up is. Ja. Dan dreigt nog die backdoor. Maar het is een mooie positie voor Doran om in te zijn. Maar het is absoluut nog niet voorbij. Nee, het team van Grey War komt eraan. Muji, of sorry, Amurig, die probeert ze op afstand te houden. Maar hits de root niet. En Redemption is in die topside, hij moet de wave clearen. Maar Redemption heeft wel beide summoners gebruikt in de vorige fight, dus... Ja. Dat is dan ook wel weer gunstig voor Dorans. En ik zie dat Slipper heeft natuurlijk zijn flash nu nog... Maar als ze een pick kunnen krijgen op Redemption, dan zou je wel zeggen dat het open is. Zoals die... De midwave uitpoest, misschien van daaruit wil gaan roteren. Kijken waar ze heen willen gaan. Misschien kunnen ze zelfs een trap zetten, maar ja, er staat wel helaas een Scuttlecrab Ward nog in de river. Dus ze kunnen er nog niet heel veel mee. Klopt. Maar moet je ook slim gebruik. Slim gebruik van die bol daar, van die Orianna bol. Dus ze proberen dan toch van de zijkant te komen hier. Ja. Ze pushen midlane up, maar de vraag is, waarom... Ja, je zou zeggen dat ze in een soort opwelling zou voor een toplane rotation kunnen gaan, maar toplane pusht gewoon door. Dus dit is niet iets wat ze goed vol kunnen houden. Nee, maar aan een base race wil je natuurlijk ook niet beginnen. Helemaal een tussendoor aan het plan, dat is veel te riskant. Jongens, ze willen heel graag iets opzetten. Ze weten van oké, nou goed, die inhibit die respawn nu. We moeten nou iets te pakken krijgen, want we zijn een beetje onze pressure kwijt. Ja. En Dirk ook probeert hier op te passeren. Jumpt daar bovenop. Vaai Doctor. Hij wordt daar geholpen door de Lulu, maar wordt dan toch opgeblazen door Slipper. Engage. Heel netjes. Hele goede engage. En nu gaan ze voor die Baron. De jungler is weg. Ze hebben geen smite meer. Het enige wat ze nog kan tegenhouden is waarschijnlijk Redemption die ze killt. Maar je ziet het gewoon. Grey War gaat niet eens contesten. Nee, durf hem niet. En dat is toch ook wel mooi, want ik denk dat dit zeker iets is dat Redemption misschien nog wel zou kunnen pakken. Met de AOE die hij heeft. Maar ja, het zit dan natuurlijk ook mentaal met je jungler is neer, je bent 4v5. Dan is de logische call vanuit Grey Warwick natuurlijk van jongens, hou het. We wachten tot Grey Doctor op is, we vechten voor het laatste weer bij de base. Dus het is eigenlijk beide teams die... echt niet willen verliezen. Ja, de GA's worden langzaam wat opgepakt. Ook aan de zijde van Doran. Sliver heeft er eentje te pakken. En Dirko ook. Dus ze zorgen in ieder geval voor dat hun AD-champions kunnen reviven. Ze hebben natuurlijk Jabbo die erin kan diven en met zijn Zonya's wat langer kan overleven. Dus ik zie wel een aantal belangrijke key items hier voltooid worden door Doran's. Voor de eerstkomende gevecht. Ja, absoluut. En... Want zeker, ik denk voor Dirko is die Guardian Angel natuurlijk ook zo ontzettend belangrijk. Guardian Angel is trouwens nog steeds down voor Darius. En er is geen Guardian Angel op Twitch, dat maakt het ook wel lastig. Maar ze willen toch een beetje een 5-5 voor ze, want ze kunnen niet een... Dirko moet erop passen. Ik heeft daar Kerberos achter zijn raam, maar wordt gelukkig niet gehit door de slow. En... weet daar weg te komen. Maar misschien dat ze nu willen gaan collapsen. Het lijkt er wel op Dirko. Die probeert hier Kerberos af te snijden. Root hit net niet van Sliver. Maar dit was een kans voor Doran's om een kill te krijgen. Zeker. Ze moet toch wel een beetje die pressure herpakken. Door in ieder geval een inhib eruit te krijgen. Maar het lukt niet zo goed. Want Warwick zet zich heel slim. Zet zich net op in die midlane. Met turrets. Oh, wow. Wat eigenlijk heel lastig is om erin te komen. Ja, die damage van die Heimer. Dat is echt... niet om te negeren. Ja. Ja.
Dorans, het lukt ze gewoon niet echt. Je zou misschien een split push willen zien. Ze roteren nu naar de bot side. Jekyll probeert daar een trap op te zetten. Maar wordt geroot door Vidoctor. En misschien is het dan de inhibitor waar ze wel doorheen kunnen breken. En dan toch weer een stapje richting de baas te zetten van Grey Warwick. Twitch heeft ook gewoon zijn flash en zijn heal weer up. Het is ook een beetje een gevalletje. Als Doran zijn teamfight wint, is het over. Maar als Warwick een teamfight wint, dan zijn ze misschien terug in de game. Dus het is in dat opzicht, het betekent meer voor Warwick dan het voor Doran. Ja, daar is de curtain call om te openen. En mooi, Sok heeft daar op vier man tegelijk en de Sliver krijgt de kill. Nu zijn er één man neer. Ze kunnen hier misschien zelfs ook nog eens een keer Kerberos en GA weer gaan poppen. Dat lukt ook, ze hebben de inhibitor. En kijken of ze de kill kunnen oppakken op Kerberos. Daar is net de flash. Hij komt eruit weg. Redemption probeert niet te openen, maar hij krijgt geen kill. En met die kill kunnen ze de game gaan finishen. Game 2 gaat naar Dorans. Muji met de shockwave weer hoor. Oh my god. Wat was dat een goede shockwave. 11-1-11. Muji by far MVP deze game. Wat deed hij dit ontzettend goed. Mijn keel gaat er bijna aan. Naar die ja, mijne ook man. Oh, jongens. Zo ontzettend goed. Dat was wel close.